Dap zit aan de keukentafel te knutselen. Daar is Dip. Wat doe je? Vraagt hij. Ik maak een kastanjemannetje. Dat is leuk. Dip wil ook een mannetje maken. Maar helaas zijn de kastanjes op. Wat jammer. Laten we naar het bos gaan om kastanjes te zoeken. Dat is een goed idee. Dip en Dap gaan samen op de fiets naar het bos. Dap heeft een grote mand op schoot waar de kastanjes in kunnen. Dip en Dap zijn in het bos aangekomen. Ze kijken in het rond, maar ze zien geen kastanjes. Maar wat is dat? Kijk daar toch eens. In de struiken ligt een leeg blikje. Wie heeft dat er nou neergegooid? Dat hoort toch niet, zegt Dip. Laten we het maar meenemen. Dap stopt het in de mand. Ze lopen verder. Kijk, daar is boswachter Das. Hallo, Dip en Dap. Dap laat het blikje zien. Dat vindt de boswachter niet leuk. Soms vergeten mensen hun afval op te ruimen. Er ligt nog veel meer rommel in het bos. Dip en Dap kijken elkaar aan. Wij kunnen helpen het bos op te ruimen. Daar is de boswachter natuurlijk heel blij mee. Ze beginnen het bos op te ruimen. Dip raapt een blikje op. Hij loopt naar de mand en doet het blikje erin. Dan raapt hij een papiertje op. Hij loopt weer terug naar de mand en doet het papiertje daarin. Dat kan veel handiger, denkt Dip. Hij pakt de mand en neemt die mee. Hela, waar is de mand nou gebleven? Oh, ik zie hem al. Dap pakt de mand op en neemt hem weer mee. Wanneer Dip zich omdraait, is de mand weer weg. De mand staat weer bij Dap. Dip loopt er naartoe en neemt de mand weer mee. Dap snapt er helemaal niets van. Nou is de mand alweer weg. Ze loopt naar Dip en pakt de mand. Nou is Dip de mand weer kwijt. Hoe kan dat toch? Hij loopt weer naar de mand, tilt hem op. Oh, nou snap ik het. Jij neemt steeds de mand weg. Het hele bos is netjes opgeruimd. Bedankt, Dip en Dap, zegt boswachter Das. Dip en Dap gaan weer naar huis. In de keuken ziet Dap het kastanjemannetje liggen. We zijn de kastanjes vergeten. Zo kunnen we geen mannetjes maken. Maar Dip heeft een slim idee. Hij pakt een bal en een fles en zet die op elkaar. Zo is het net een giraf. En zo kunnen Dip en Dap toch nog knutselen. Van hun rommel maken ze leuke poppetjes, huisjes en bootjes. Zo komt het toch nog van pas. Het was een drukke dag. En Dip en Dap zijn moe en gaan naar bed. Welterusten, Dip. Welterusten, Dap. Tot morgen.